Vandaag zou het vooral een feest moeten zijn. Holibicijn is in Antwerpen en dus in de rest van de wereld evident. Maar ondertussen, inderdaad, is ook holibi-huwelijk, holibi-adoptie in ons land evident. Holibicijn in Antwerpen, de rest van de wereld, zou evident moeten zijn en aanvaard. Er zijn signalen de laatste tijd dat dat minder is. In Oost-Europa, in Afrika, is holibicijn evident en zelfs gevaarlijk. Ook in ons land, in onze stad, is geweld tegen holibies. Dat zou niet mogen, dat kan niet zijn. Er zijn vandaag veel politici. We zouden weten kunnen stemmen tegen holibiegeweld, maar dat zou niet mogen moeten zijn. Het is heel evident, we willen gewoon geen geweld tegen holibies. We starten vandaag om te feesten, om te vieren dat holibiezijn aanvaard is in onze stad en de rest van de wereld. Maar we geven toch een duidelijk signaal tegen gay bashing. Handen dienen om volgend jaar deel te nemen aan de World Health Games in onze stad. En handen dienen om hier vandaag allemaal hand in hand te lopen. Om te feesten, omdat iedereen gelijk is. En om een oproep te doen dat we geen geweld tegen holibies accepteren in onze stad. In de eerste zeggen één tegen gay bashing en dan nog eens te benadrukken, starten we deze eerste Antwerp Pride-beweging met een halve minuut stilte. En daarna wandelen we langs heen onze mooie stad. Dankjewel en geniet.